Dit is mijn drankje Charlie's. En deze vrouw vindt dat niet te zuipen. Letterlijk staat het te lezen op Instagram dat ik dit het smerigste drankje ooit vind. Dus leek het me een geweldig idee om haar te vragen of ze mee wilde doen in de reclame. Zonder te vertellen dat het voor Charlie's is. Daar komt ze op de opnamedag pas achter. Net als deze haters. Het zit zo. Heel veel mensen vinden Charlie's lekker. En sommige mensen vinden het dus niet zo lekker. Vind dat je leuke video's maakt, maar dat drankje is niet te zuipen. Het is wel een soort van compliment alsnog. Maar ja, tot ze zijn alsnog met drankje aan het trashen. Dus ik heb het volgende bedacht. Zou het niet grappig zijn als ik deze haters zou inhuren voor een Charlie's reclamefilm? Dan gaan we ze van tevoren natuurlijk niet vertellen dat het voor Charlie's is. Maar dat ga ik ze op de opnamedag zelf vertellen. Kunnen ze erom lachen of besluiten ze toch dat ze dan niet mee willen doen? En dus belde ik Charlie's mede-eigenaar Sander om te vragen om toestemming. Hij gaat het natuurlijk een verschrikkelijk idee vinden dat ik allemaal haters ga vragen om mee te... Ik denk dat het een uitstekend idee is. Doe het! Oké. Nou, daar gaan we. Het eerste wat me te doen stond was zorgen dat er haters naar mijn shoot kwamen. Ik stuurde wat mailtjes vanuit een nepnaam en zei dat ik op zoek was naar wat modellen voor een nieuw drankje. Ik kreeg helaas niet heel veel leuke reacties. Maar gelukkig zaten er een paar mensen bij die wel mee wilden doen aan mijn reclame. Ik regelde een studio, wat cameramensen, een paar blikkies. En een paar dagen later stond alles klaar voor het maken van de beste commercial ooit. Laat de haters maar komen. Dit zijn Charlie's haters Rubinho, Aline en Mr. X. Rubinho zei dit. Ik moet zeggen dat Charlie's niet lekker is. Sorry, man. Aline plaatste deze reactie. Sorry, geprobeerd, maar vindt het niet lekker. En Mr. X. Wat doe je me aan, man? Bro, dit was de slechtste aankoop van dit jaar. Heel erg vies en saai. Mr. X bedacht na deze shoot dat hij alsnog niet herkenbaar in beeld wou. Daarom heet hij Mr. X. Dat is zeg maar niet zijn echte naam. Maar dat snap jij ook. Oké, alle puzzelstukjes lagen nu op hun plek. Ik zit een paar kamertjes verderop. Met een afkijkscherm, dus ik zie precies wat er allemaal gebeurt. Laten we even kijken wat voor mensen dit nou eigenlijk zijn. Wij weten ook eigenlijk helemaal niet. Het is zo leuk dat we vandaag dat we allemaal mensen uit allerlei hoeken, een soort van verschillende hoeken. Ja, dat zei ik dus ook. Het is zo raar voor jullie leuk. Ook. Die vrouw zegt letterlijk, het is zo raar dat jullie mij hebben gevonden. Echt, hoezo? We weten alleen dat het voor een drankje is, meer niet. De kandidaten weten dus vrij weinig over vandaag. Maar waar ze blijkbaar wel veel van af weten zijn... YouTubers? Nou, dan heb je of Steven de Vries, of je Vincent, of je hebt Kafijn met zijn eigen drankje. Ze zijn mijn naam, hoor joh. Of je hebt Don en Smaak met een drankje. Ze hebben allemaal een eigen drankje. Ja, maar goed, Kafijn heeft nu geïnvesteerd in het drankje, dus Charlie's is van hem. Charlie's vind ik absoluut vies. Ik volg ze al heel lang, hem en Nina, maar Charlie's echt waar, dan kan je zo door de wc's. Maar als het dus niet te drinken is, dan hebben die mensen dus helemaal geen verstand van. Nou, focus is wel te drinken. Calvijn, het is een smaakverschil. Ik vind hem niet lekker. Er zijn een heleboel die hem wel lekker vinden. Hij komt wel in de supermarkt uit. Ze is fan van Focus Drink. Ze is niet fan van Charlie's. Deze vrouw heeft het dus steeds over focusdrink. Focusdrink is onder andere van mijn collega YouTubers Don de Jong en Royalistic. Shout-out naar jullie boys. Goed bezig. Maar what the f... Alida haat zo hard op Charlie's. Lijkt net of je net naar de kapper geweest. Het is helemaal smooth. Ja, ik heb gisteren mijn tanden gebleken. Hij is naar de kapper geweest voor deze shoot. Hey man, je bent wel scherp. Hoe wordt het eigenlijk neergezet? Proeven. Kijken, moet ik proberen. Oh, en met alle drie niet lekker. Alle drie niet lekker? Nee, sowieso niet. Wat ga je doen als je het niet lekker vindt? Pokerface. Ga je dat toch acteren? Ik zal pokerfacen. Als je mag gewoon eerlijk zijn. Nee, als ik hem echt niet lekker vind, dan laat ik het meestal wel gelijk merken. Ja. En jij, hoe zou jij dan reageren? Ik denk dat ik het ook wel gewoon eerlijk zou zeggen. We zijn ook al wat mee eerlijk over het Charlie's drankje die we niet lekker vinden. Weet je wat het is? Deze mensen zijn gewoon vrij eerlijk over het feit dat ze Charlie's gewoon niet nice vinden. Nou, dat kan. Ik ben zo benieuwd of ze straks dan alsnog wel willen meewerken aan de commercial. En het is simpel, hè? Als ze straks zeggen, nee man, ik wil het echt niet, want ik hou echt niet van Charlie's. En ik vind het ook niet leuk dat Calvin weer een van de domme grappen aan het uithalen is. Dat is goed, dan mogen ze naar huis. Oké, nu komt het moment dat we Charlie's gaan klaarzetten. Dus laten we de deelnemers even in een andere ruimte wachten. Oké, ik ga nu even op daar wachten. En dat is maar goed ook, want het ging bijna fout. Productie, lekker bezig. Ja, dat was een beetje awkward. Maar goed, we leven nog. De acteurs gingen terug naar de studio en het was tijd voor de onthulling. Ik maak ondertussen wat foto's. Mocht je het nou niet leuk vinden of wat dan ook, zou wel tof zijn voor de foto's een beetje zo... Een soort van dat reveal moment een beetje creëren. Maar ook als het niet leuk is, dan mag je gewoon zeggen... Het eerste wat we nu te zien krijgen, moeten we leuk vinden. Dat is een beetje het idee. Dat is het idee, oké. We hebben hier drie mensen die Charlie's niet te zuipen vinden. En die erachter gaan komen dat ze
meewerken in een reclame voor Charlie's. Jullie er klaar voor? Neem anders iets in je gedachten wat je leuk vindt. Dus als het niet, als het niet goed is, dan zien we dat. Daar gaan we. Ja, kom maar. Leuk. En lachen. Ja, toch. Ik wist het. Ja. Awkward. Oh, dit is... Ja, want volgens mij hadden jullie het er net nog over, toch? Ja, klopt. Huh? Ja. Nou, proef het! Echt? Yes. Kom. Niet echt mijn ding. Blijf lachen. Charlie's. Ja, de Calvin gaat me haten. Ik heb hem letterlijk verteld dat ik het niet lekker vond. Ja. Calvin gaat me haten, zegt ze. Er zit geen smaak aan. Punt. Ik drink gewoon water, meer niet. Er zit echt geen smaak aan met Charlie's. Het is niet heel veel smaak, inderdaad. Yes. Sorry, Calvin. Ik heb het gewoon gezegd. Letterlijk staat het te lezen op Instagram dat ik dit het smerigste drankje ooit vind. Hij had letterlijk op zijn eigen post, hè? Ja, maar hij promoot het. Ik heb zo... Sorry, Calvin. Echt. Ze kunnen er nu nog om lachen. Ik ga ze nu gewoon verrassen. Dit wordt prachtig. Wel online gezet, maar... Ja. Smaken verschillen heel erg, vind ik er geen Ja. En ik heb toen ook heel veel van... Ja, ik denk hetzelfde, Oh shit, daar gaat ie. Dit wordt legendarisch. Ik kom voor het eerst oog in oog te staan met de haters van mijn levenswerk, Charlie's. Zo, mag ik nog meedoen? Mag ik ook? Of, je mag het zelf proeven. Ik heb alles gezien van wat jullie net allemaal gezegd hebben. Ik heb ook gezien dat jullie het niet te zuipen vinden. Sorry. Nee, dat is helemaal prima. Ik ben in ieder geval blij dat jullie eerlijk zijn. Laten we even proosten met het beste drankje ter wereld. Of nou ja, maar net aan wie je het vraagt. Ik moet een beetje opbiechten. Nou ja, jullie vroegen je net ook al af, hoe zijn we bij jullie gekomen? Jij begon er net al een beetje over. Ja, je hebt me gevonden door een reactie die ik op jouw drankje kan geven. Dus ik dacht, hoe grappig is het als ik een filmpje kan maken waarin ik een leuke reclamecampagne maak voor Charlie's. Met mensen die het nou niet per se hartstikke heerlijk vinden ofzo. En dat zijn jullie drie. En nou is eigenlijk het moment waarop ik jullie vraag van ja, vinden jullie dat nog steeds leuk? Of denken jullie nou nee, ik wil je eigenlijk liever in elkaar slaan? Nee. En dit, beste kijker, is waar ik het allemaal voor deed. Dit moment. Er konden namelijk drie dingen gebeuren. Of ik kreeg een paar flinke klappen, mijn minst favoriete optie. Of ze vinden het niet leuk en besluiten om toch niet mee te werken aan de reclame. Geen probleem joh, dan mogen ze lekker naar huis en krijgen ze ook nog eens een onkostenvergoeding van, jawel, €250. Toch netjes. Of, en dit hoopte ik stiekem, ze konden erom lachen. En niet alleen dat, ze zouden namelijk sportief genoeg zijn om ook nog mee te werken aan het reclamespotje voor Charlie's. Hoe loopt dit af? Ik wil het weten, hoe loopt dit af? Vertel het me! Ik vind het eigenlijk wel vet dat je er bent. Ik hoopte maar niet dat jullie boos zouden zijn op mij, dat jullie denken, jeetje, wat doe je me aan? Ik dit is een Calvin actie. We gaan nog steeds een hilarische commercialtje maken, wel een beetje in mijn stijl. Is goed. En jullie krijgen ook nog steeds betaald. Dus laten we beginnen. Ja, is prima. Lekker. Alle drie de haters waren akkoord en klaar om de commercial te gaan filmen. Alleen Mr. X kreeg dus na de opnames spijt. Dus wordt hij de hele video, en dus ook in de commercial, onherkenbaar in beeld gebracht. Sorry jongens, maar als iemand zich er toch niet goed bij voelt, dan wil ik dat wel respecteren. Ook als Charlie's de slechtste aankoop van het jaar vinden. Oké, mensen, dit wordt misschien een beetje awkward. Nou, ik weet wel zeker dat het awkward wordt. Maar ik weet ook zeker dat ze echt hun best gaan doen. En zo niet, dan heb ik nog wel een trucje. Beeldje gaan in dat het focus drinken is, dan gaat het vanzelf. Deze mensen kwamen binnen als Charlie's haters. Maar ze gaan weg als Charlie's legendes. Ik presenteer de reclame. Hi, ik ben Robinho en ik drink Charlie's. Altijd Charlie's. Ik ben echt gek op Charlie's. Sommige mensen zeggen dat Charlie's echt nergens naar smaakt. Of dat Charlie's niet lekker is. Dat zouden wij nooit doen. Want wij zijn echt groot fan. Groot fan. Super grote fans. Van Charlie's. Mensen noemen Charlie's niet voor niets. Het beste drankje ter wereld. Ik zeg dat echt altijd. Same. Ja man, ik ook. ...0% suiker en 100% vegan. En die blikjes worden nog gerecycled ook. Kortom, Charlie's. 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 Daar kan je niet op haten.
hartelijk bedankt. Ja, klaar? Willen jullie nog iets lekkers te drinken? Nee. Kan ik jullie nog wat cola aanbieden of zo? Zo. Ik vind het echt...